Giovanni, laten we beginnen met vervelend nieuws over Willem van Hanegem. Hoe heb jij erop gereageerd? Ja, wel uh, geschrokken natuurlijk. Uh, ik ken Willem natuurlijk al uh, lang. Natuurlijk, uh, als als uh, speler meegemaakt, als trainer. Natuurlijk als uh, voetballer van Feyenoord, uh, waar ik naar keek. En eigenlijk heel mijn carrière zijn we elkaar tegengekomen. Een keer assistent geweest uh, bij Oranje. Uh, Pas nog met het etentje voor de kerst samen met Leo Benaker. Dus ja, aardig geschrokken. Natuurlijk ook gelijk een bericht gestuurd om hem sterkte te wensen de komende, de komende tijd. En uh, hopen dat hij uh, volledig kan herstellen. Dan naar het voetbal. Jullie hebben een goede trainingsweek in Spanje achter de rug. Daar heb je het nodig al over gezegd. Maar dat was een hele fijne week, hè? nog even in het kort. Ja, tuurlijk. Uh, goede omstandigheden, we hebben goed kunnen trainen. Het hotel was, uh, was goed, het eten was goed en het allerbelangrijkste, de spelers waren fit. Uh, ook een aantal spelers weer uh, kunnen meetrainen die toch een uh, periode hebben gemist. En eigenlijk nu uh, in de aanloop naar Ajax, dat we de selectie wat breder geworden is uh, in de keuzes die ik kan maken. Jullie hadden wat jeugdspelers meegenomen. Wat is je bevinding van die jongens? Goed, goed. Ja, natuurlijk met name de jongens die, uh, die voor het eerst mee, mee zijn. Uh, Wouter Burger en, en Koksu, uh, Geert Rui daar was mee. Er zijn de jongens die, uh, die bij de onder zitten, maar uh, die ook uh, de kans hebben gehad om, om zich te laten zien. En uh, we proberen dat elk trainingskamp te doen. En uh, daarom ook de, dit trainingskamp voor deze drie jongens gekozen. Jongens als Dylan Venten en Tyron Malatia zagen we de laatste wedstrijden voor de winterstop veel in actie bij Feyenoord ja. 1. Zullen zij bij de selectie blijven? Ja, ze blijven bij de selectie. Je maakt natuurlijk ook deel uit van, uh, van de A-selectie. Ze hebben allebei wel heel veel wedstrijden gespeeld in de onder-19 uh, de afgelopen maanden. En uh, daar zijn ze sterker uit uh, teruggekomen. Dus zij uh, ze blijven zeker bij de A-selectie. Uh. Dan train je daar onder prima omstandigheden en kom je hier weer in Nederland. Dan hagelt het, dan sneeuwt het, dan is het koud. Is dat een omslag? Is dat een dingetje? Nou, het is natuurlijk wel een omschakeling. Maar we uh, zijn we natuurlijk wel gewend de laatste weken uh, in Nederland. En uh, het is ook iets wat we, wat we gewend zijn. Dus dat in dat opzicht uh, maakt dat ook niet zoveel uit. De laatste openbare training deze week trainen je met een kleine groep. Wat was daar de reden van? Ja, nou we hebben we natuurlijk ook een wedstrijd ingepland uh, voor de belofte. Dus we hebben een aantal spelers. Uh, uh, die terugkomen, die wedstrijden, ritme moeten opdoen, uh, kunnen we laten spelen. Met name Erik, Ricciano heeft, uh, heeft kunnen spelen, dus uh, al met al uh, was, was de woensdag goed voor iedereen. Jongens die, uh, die uh, trainden, maar ook jongens die uh, minuten konden maken. Ja, als we die jongens er even uithalen, Ricciano Haps, jan van der Heijden, Erik Bottingien, hoe gaat het met die jongens? Gaat goed, gaat goed. Met name met, met Erik en, uh, en Ricciano gaat het goed. We hebben in Spanje al minuten kunnen maken. En uh, ook in de wedstrijd tegen Heracles met de belofte. Dus dat zijn jongens die, uh, uh, die misschien al beschikbaar zijn voor aanstaande zondag. En, en met Jan moeten we daar nog uh, iets langer over doen. Uh, gaat goed met hem. Heeft ook uh, alles kunnen trainen. En uh, zal ook uh, binnenkort weer zijn minuten maken. Zie jij het als een voordeel dat de eerste wedstrijd in het tweede seizoen zelf meteen. De moeilijkste van allemaal is in de arena tegen Ajax? Um, nou, je, je, weet, je weet waar je aan toe bent. Je weet waar je naartoe gaat. Naar, naar, naar Ajax, waar, uh, waar de belangen groot zijn voor ons. Uh, we staan natuurlijk een, uh, uh, achter op onze concurrenten. En die, uh, die inhoudslag willen we in gaan zetten. En dat, uh, dat begint natuurlijk bij, uh, bij Ajax aanstaande zondag. Wat maakt het dat het daar zo moeilijk is voor Feyenoord in de afgelopen jaren? Nou, het is een moeilijke wedstrijd tegen een goede tegenstander. Uh, die met vertrouwen speelt uh, thuis. Um, en, en het, is een, uh, het is een tijd geleden dat we daar een goed resultaat hebben behaald. Maar uiteindelijk moeten er er wel voor, voor gaan. En het is natuurlijk een goede ploeg. Uh, een ploeg die, uh, die een nieuwe trainer heeft. Uh, maar zeker ook uh, mogelijkheden voor ons liggen. Het is met het beginpunt van... Een Week waar jullie veel wedstrijden gaan spelen. Daarna natuurlijk naar de Galgenwaard, Den Haagthuis. Moet deze wedstrijd gewonnen worden om die serie lekker te kunnen beginnen. Of valt de ja, staat daar op? Nee, je moet je moet gelijk uh, goed beginnen. En, uh, zeker de stand op de ranglijst uh, worden de eerste weken worden heel belangrijk. Met veel wedstrijden in de competitie uh, en maar ook uh, de wedstrijd in de beker tegen PSV. Dus ja, na, na drie weken weet je hoe het seizoen gaat verlopen.